classic, Mr. Classic joke. We doen het eigenlijk elke keer. Maar hij trapt elke keer weer in. I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Ja hoor, het is lekker weer. Daar is de eerste mug al. Welkom in huize Jubilet. Ja, want serieus, ze zijn hier heel erg welkom. Niet. Wij hebben dus, het is nu nog echt een troep in onze tuin, maar dit is dus onze tuin en er zit heel veel water onder. We hebben echt heel veel problemen met ons dakterras. Hopelijk gaat de huurbaas dat doen, want we huren dus dit huis. Anyhow, blijft heel veel water staan en daardoor hebben we heel veel last van muggen. En daar is dus de eerste al. Ja, ik ben er ook heel goed in, inmiddels in het opsporen. Ik zie echt meteen als er een mug in huis is. Echt, ik heb echt sensoren ervoor gekregen. Goed. Hans? Ja. Ik wilde net een mug gaan doden, maar misschien kun jij het weer doen. Oh. Waar is hij? Hierboven. Ik denk dat het een mug is. Ja, ik ben er wel zeker. Ja, ik ben alles dat het een mug is. Oh, dit is mijn eigen mug. Ja. Ik zeg, ik heb dan net een polsvliet in de vorm gekregen. Niet bij ieder vlieger. Dit was echt duidelijk een mug. Maar ik wil geen plek op het plafond. Nee, dat weet ik. Pas op, ik ga hem die kant op slaan. Nee, dat werkt niet, dat doe je altijd. Ja, zie je, nu vliegt hij. Kijk dan. Nee, dat werkt, let op. Nee, Hans. Dat werkt. Nee, alsjeblieft, maak hem nou dood. Nee. Hij is zo'n dierenvriend. Nou ja, ik helemaal niet. Hoezo moet het op je... Mag ik hem alsjeblieft doodslaan? Waar is hij? Nee. Waar is hij? Ja, oké. Ik sla hem al dood. Ja, maar hoe vaak moet je hem... Ja, maar zie je de bedoeling nou? Liefie. Nee, ik zou niet denken. Maar waarom aai je hem de hele tijd? Ik aai hem niet. Wat ik probeer maar uit de lucht te slaan, zodat er geen plek ontstaat. Maar hoe vaak heb je nou al geslagen en is het niet gelukt? Weesje, kom maar weesje. Ik weet niet meer. Nou, dat bedoel ik. Nou, maar hij is wel weg. En wie wordt er vanavond geprikt? Want hij wordt nooit geprikt omdat er een mug-aantrekker naast hem ligt. Ik word echt ontzettend veel geprikt. Er zijn altijd mensen die meer geprikt worden dan andere mensen. En je moet altijd naast zo iemand zien te komen liggen. En ik... Ja, jij wordt gewoon te weinig geprikt. Karma heet dat. Goed, we gaan haasten. We gaan opschieten. Hup. In beweging. Ik zie niemand in beweging. Charlie, je bent niet in beweging. Charlie, je bent niet in beweging. Hup. In beweging zijn. We hebben haast. We hebben heel veel haast eigenlijk. We hebben helemaal geen tijd voor muggen. Oh, dit is echt een teken van lekker weer. Dat je mijn eigen schaduw ziet. Maar waarom het niet leuk is dat het mooi weer is. Dit is de Japanse bloesem van mijn ouders. Of Japanse kersenboom. Dan weet ik pas sinds kort dat hij zo heet trouwens. Ik vind hem heel cool. Alsof ik dat allemaal weet. Maar... En hij is nu echt vol in bloei. Maar hij is maar een paar weken zo mooi. Ik geniet er echt heel erg van. Maar je ziet nu al. Kijk even wie dat ziet. Daar zitten bruine plekjes. Maar dat zie je niet echt. Maar moet je kijken, hij is nu al helemaal aan het uitvallen. Omdat het zo warm is. Dat is wel echt een beetje een nadeel. Maar goed, ik heb eigenlijk helemaal geen tijd hiervoor om over bloesems te praten. Ik wil even snel tussen aaien en buiten laten. Want we gaan Charlie hier laten. En dan zijn ze even samen alleen thuis. Bij mijn ouders. Ja, yeah. Jij bent ook lief, hè? Die wil je helemaal niet meer zo vaak op de vlog brengen. Maar jij bestaat ook nog, hè? Ja. Yeah. Dat is heel lang geleden, maar ik ben dus nu op mijn oude school. Een tijdje geleden heb ik dit hier volgens mij ook wel gevlogd dat ik hier was. Ja, heb ik ook gevlogd. Maar ze hebben nu alles verbouwd, maar hier is dus niks verbouwd. En dan wilde ik net gaan laten zien. Ik zag een briefje dat je dan beneden moet via de hal. Oh, nou we gaan... Ja? Oh! Hoi, ben ik weer. Ik ben net even geroepen door mijn leraar, want dat wilde ik dus net vertellen. Ik was hier op school voor een gesprek en voor mijn scriptie. En ik hoop heel erg dat ik hem nu ga halen. Hij zei zelfs. Van, waarom til je het niet gewoon over de zomer? Waarom ga je niet gewoon naar de zomervakantie? Ik zeg, nou, omdat ik al 2 jaar probeer af te studeren. Ja. Ik zeg, ik kan hem toch niet nog een keer over de zomer gaan tillen? Nee. Ik zeg, ik moet hem nu echt halen. Zullen we even naar het nieuwe gebouw lopen? Ja, ik ben er wel naar. Die kant. Dit is echt gek. Ik moet heel even nadenken. Ik moet even nadenken in mijn hoofd. Waar is dat gebouw? Oh, hier. Loopbrug, dat die hier zo erg is. Oh, weet je wat we altijd samen in dit lokaal laten? Nee. En dan liepen we altijd zo naar de kerk. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Kom, we gaan. We gaan wel via buiten. Oké, okay, via buiten. Gewoon hier, deze kant en dan. Staan we, nou, we hebben de loopbrug gevonden hoor. Het is vooral heel warm en ik vind het heel erg tegenvallen.
Ja. Zo, het is niet warm. Ja, het is heel dicht. Ja, het staat lekker in de zon, deze loopbrug natuurlijk, hè? Zo. Nou, wel leuk, hè, om weer op onze oude school te zijn. Ja, het zat echt een beetje aan de oude school. Ook als ik niemand meer ken die hier is. En ook als ik... Iedereen ziet er jong uit. Iedereen ziet er jonger uit. Nou, niet allemaal, ik zie wel ouderen. Ja. Want er kunnen ook nog mensen van onze leeftijd beginnen studeren. Zoals mijn broer, die zit hier dus ook. Die is net in het eerste jaar begonnen. En wat wil ik nog meer zeggen? Oh ja, omdat nu alles zo verbouwd is, voelt het extra niet bij mijn school. Nee, klopt. Maar goed. Want iedereen voelt zich ook helemaal thuis in een omgeving die niet, die allemaal nieuw is, zeg maar. Je ziet dat iedereen zich thuis voelt, terwijl het voor ons allemaal nieuw is. Ja, klopt dat ook. Dat je jezelf niet meer thuis voelt. Ja, en dat je de weg niet meer weet. Ja. Oh, ik ben zo ontzettend moe. Het voelt echt alsof we de hele dag al op pad zijn. Ik zei van tevoren tegen Hans, het wordt echt zo'n dag dat we heel erg moe zijn. We hebben dus net, ben naar school geweest en daarna zijn we bij mijn schoonzus, Hans' zus, zijn we op bezoek gegaan. En dat was allemaal heel erg leuk en relaxed en zo, en gezellig. Dan merk ik toch, ik dacht echt dat ik er gewoon geen last van heb, maar uiteindelijk zit ik dan in de auto en ben ik toch weer heel erg moe van en zo. Gewoon van hot naar her en in zo'n warme auto en zo. En nu gaan we dus naar de IKEA. Ja, want, oh, weet je, een beetje op mijn heen geslaan. Ik ben net ziek geweest, hallo, ben ik heel bang. Zijn jasje die je overheen staat. Ik draag je tas wel even. Nou, nu moet het niet erger worden. Ik ben zeker aan het vloggen. Ja. We gaan dus nu naar de IKEA, want we hebben dingetjes nodig. Dus we gaan eigenlijk alleen maar erin en eruit voor de dingen die we nodig hebben. Niet showroom en alles, dat soort gein, volgens mij niet. Nee, toen dacht ik, ja, we moeten ook nog ergens eten. Dus toen dacht ik, oh, zullen we dan niet ergens gezellig wat gaan eten? Want we hebben al zoveel bij de IKEA gegeten de laatste tijd. Dat het gewoon een beetje zat begint te worden. Dus we hebben natuurlijk ook niet zo heel veel keuzes, je bent er best wel snel zat. Dus heb ik even gezocht op internet, want we willen ook niet helemaal de stad in moeten en zo. En toen zag ik net een leuk tentje in Amersfoort. Maar ik durf het niet zo goed, dus ik weet niet of er mensen zijn die het kennen. Maar niet dat jullie dan nu nog kunnen reageren. Ja, nee. Maar meer voor de volgende keer of zo. Het is Charlie's Burger. Maar hij zag op de foto's niet helemaal goed uit en ik kon ook niet heel veel ervaringen lezen. Dus durf ik dan ook weer niet helemaal. Denk ik, dan gaan we daar helemaal heen. En dan is IKEA gewoon veilig. Nee. Het is gewoon thuis. Ja. Ik hoop dat een kind echt heel hard aan het schreeuwen. Daarom willen we dus nog geen kinderen. Nee. Ik hou niet van schreeuwen. Ah. Nou, het is dus toch Charlie's Burger geworden. Ze hebben dit keer... Je ziet het al meteen. Dat is natuurlijk frietjes met runderbeef. En Hans heeft hetzelfde genomen. En die heeft zijn slabbertje om. Ik vind serieus leuke slabbertjes, maar goed. Mm-hmm. Hij knoeit echt heel veel. En ik wil dat shirt heel graag schoon houden. Dus I made him do that. Nee, jij spuugt net wel, toch? Daarom even denken. Ja, ik vraag altijd, oh ja, dat is ook zoiets. Ik vind de knoflooksaus die erbij zit nooit zo lekker. Dus ik vraag altijd saté-saus apart. En als je die dus apart vraagt, dan krijg je heel veel meer. Dat zijn de trucs. Dat is pas een IKEA-hack. Goed, ik ga eten, anders wordt het koud. Want het wordt heel snel koud altijd. Ik denk, we hebben toch wel blij dat we dit gekozen hebben. Ja, ik ook wel. Ik vind het wel lekker. Ook lekker rustig. Hoef je niet nog meer ergens anders heen. Nee. Lekker. En lekker vertrouwd. Ja. Lekker thuis. Alsof je thuis bent, ja. Hans is even een karretje aan en ik dacht, ik verstand me even. Classic, Mr. Classic joke. We doen het eigenlijk elke keer. Maar hij trapt elke keer weer in. Volgens mij is hij 18, maar ik weet niet zeker. Ik wil hem van achteren laten schrikken. Ik dacht, ik liep hier en ik zag daar wat bewegen. Ik voelde me net in de Ik kon net niet op tijd schakelen tussen, want ik heb een frontcamera en een backcamera als het maar waren. En jij liep zo door het gangpad, je liep voorbij mij en ik wilde je van achteren laten schrikken. Ja. Dat wilde ik doen. Oh, dat vond ik ook leuk. Ja, dat was de bedoeling. Ja, leuk. Ik zag jou zo rondkijken, ik dacht, misschien ga je hem straks bellen en dan gaan we de telefoon af. Ik stond hier, ik dacht bij de lakens, ik dacht, nee, je zou niet verder gaan lopen. Ik keek terug, zag ik zo wat, zag ik wat bewegen, ik denk, Ik pak mijn bril erbij. Zit je even zo. Maar dit is mijn favoriete section. Dus ik dacht, die is niet weggegaan. Ik ben net herkend door een lezeresse hier in de IKEA. En ik dacht toen achteraf, ik had moeten zeggen. Want ze zei dat ze dagelijks mijn blog las. Ja. Dat ik moet zeggen, natuurlijk zie je ons in de IKEA. We slapen hier eigenlijk. Dit is ons huis.
Toen had ik eigenlijk, bedacht ik net pas wat ik moet zeggen, jammer. Maar goed. Jammer dat je alleen maar langzaam grappig bent en niet gewoon altijd remmen. Dit is ook altijd heel erg versneld, dit is een stukje uitgeknipt. Ja. Ze heeft hier net een kwartier als je dan op een stoel zit zitten. Ja, en we nu weer verder. Ja, even iets heel anders. Ik zal je direct zo schakel. Ik vind deze pannen zo leuk. Hans vindt het hele lompe dingen. Ja. Maar ik vind ze zo ontzettend leuk. Ik ga ze voor mijn verjaardag vragen, Hans. Dit is dat toch wel handig, dan kan je zien. Kan je naar het eten kijken. Oh, serieus, wel handig. Kan je naar het eten kijken. Een soort onderzeeënraampjes. Kijk dan hoe functioneel dit is. Ik vind het echt hele leuke pannetjes. Mm. Echt van die lompe dikkertjes, van die schatjes. Ja, net als wie? Wat? Wat? Wie zei wat? Ik zet hem wel weer weg. Minder eten. Nee. Hij is zo eerlijk. Yay, ik ben zo blij. Ze hebben ze. Want ik ben al 1 keer eerder geweest. En toen hadden ze ze ook. Maar ik ben nu intussen al 4 keer naar de IKEA geweest. En al 4 keer waren ze uitverkocht. Dus toen ik onderweg was naar hier toe, heb ik nog snel naar de IKEA gebeld. Ik zeg, hoeveel hebben jullie er nog? Want ik heb er 6 nodig. En van de week belde ik naar Amersfoort. En zei ze, ja, we hebben er nog 10. Dus ik dacht, ja, wat nou als er nou net 5 zijn gekocht of zo. Maar ze hadden er nog 140. Ze hebben gelijk ingezagen. Ja, dus ja. Dus dit is het eerste karretje. Daar zijn alle andere karretjes. Jongens, in de rij, ja. Kom je ermee? We gaan naar de kast staan. Ik ben echt zo blij dat ze er weer zijn. Ik heb echt zoveel gebeld. Want wij wonen helemaal niet dicht bij Amersfoort. Wij wonen wel dicht bij Eindhoven en bij Utrecht. Daar zijn ze elke keer niet. Ik ben heel blij. En nu kan ik eindelijk afmaken wat ik wilde maken. Want ik had de vorige keer gewoon te weinig gekocht. Okay. We hebben nu wel genoeg, hè? Dat weet je zeker. Ja, toch? Nee, ik ben serieus. Ja, nee. Hallo, ik ga niet nog een keer hoor naar die IKEA. Nee, daarom. Zo'n leuke winkel is het nou ook weer niet. Oké, okay, 1. Nee. Oh. Wat wil je zeggen? Ja, je wacht even. Gooi even mijn portemonnee weg. Ja, wat wil je zeggen? 1. We zijn zo slim geweest om over te stappen op muntjes. Dat je niet meer 6 keer een softijsje eronder kan duwen. Dat 1. En 2. Want mensen deden dat, maar wij deden dat niet. Nee, klopt. En 2. Wat nu lijkt het? Ijs. Ja, dat vind ik dus echt super leuk. Ja, frozen yoghurt. Maar ze hebben normaal met hele lekkere dips en zo, met chocolade en zo, chocolade dingetjes eroverheen. Oh ja, ik ben zo benieuwd. Sorry, je mag doorpraten hoor, had je daar nog over wil. Oh, dan ga ik erover vertellen. Ja. Je stopt het muntje erin. Het valt een beetje als een soepfabriek. Maar ze hebben dus normaal met hele lekkere spikkels en zo, maar nu hebben ze geen topping. Dus we kregen ook korting op ons ijsje. En als het lekker is... Nee, maar het is normaal. Het is, je kan dus gewoon een ijsje zonder topping, dat is 1 euro, of dan 20 cent per topping erbij. Oh. Kijk. Ja. Oh, kijk, er is die. Oh, dat is jou. Oh shit, heb ik niet meer. Jij mag het eerst. Mm. Dan mag de expert zeggen wat ze ervan vindt. Oh. Is dat? Ja, wel lekker, maar niet zo goed als. Echte frozen yoghurt. Oh, echte frozen yoghurt. Maar het is wel lekker dan een softijsje. Ik had er wel zin in, het is wel echt lekker fris. Weer weg. Lekker. Ja. Mag ik er nog een foto van maken? Ja, tuurlijk. Yes, en dat was hem weer voor vandaag. Ik hoop dat je het leuk vond. Bedankt voor het kijken. We waarderen het echt heel erg als je onze vlogs kijkt. En als je hem leuk vindt, geef het dan even een thumbs up. Vorige week is alweer zo ver lang geleden. We moeten echt elke dag gaan volgen. Dan kan ik me tenminste nog herinneren. Vorige week liet ik over mijn verstandskiezen zien. En ik liet ook zien hoe ik fotografeer vaak voor Cup of Life. Dus als je dat wil zien, klik dan op de vlog van vorige week. Ik ga nu heel snel deze vlog afronden en dan ga ik lekker slapen. We hebben net Charlie opgehaald bij mijn ouders thuis. En Charlie was echt heel erg blij, maar die is nu echt helemaal in coma. Die is dan zo ontzettend moe als die bij mijn ouders is geweest. Want die wordt er letterlijk hondsdol van als die... ik zie Hans lachen. Dat was best een goede grap, of niet? Of was die heel flauw? Waarom neem ik eigenlijk de headset op? Dan kun jij veel beter doen, want ik heb de hele vlog al gepraat. Zeg jij maar doei. Doei.